In Amsterdam heb je de top 600, maar ook in andere steden bestaan soortgelijke lijsten. Vorig jaar ontmoette ik Sven. Mooie schoenen. Dank u wel. Wat heb je er nou voor betaald? 7,65 man. Hij stond destijds bovenaan de PGA, de lijst van de persoonsgerichte aanpak in het Gooi. Het begon een beetje 2-3 jaar geleden. Hoe oud was je toen? 14 jaar man. Toen begon ik verkeerde dingen te doen, zeg maar. Heb ik ook vast voor gezeten. Sven komt veelvuldig in aanraking met politie en justitie voor uiteenlopende delicten. Ik vind het verschrikkelijk als moeder om dat mee te moeten maken dat je eigen kind dat doet, die je zo niet hebt opgevoed. Sven's moeder was ten einde raad een besloten hulp in te roepen van buddycoach Appie. Met een intensieve begeleiding hoopt hij Sven weer op het rechte pad te krijgen. Links en rechts. Je moet in zijn schoenen kunnen lopen, uit zijn bril kunnen kijken. Links en rechts. En op het moment wanneer dat voor mij duidelijk is, dan ga je werken aan een vertrouwensband. Links en rechts hoek. Oké, boys, we gaan zo een voetbaltraining doen. Het doel van de voetbaltraining is, we gaan jullie helemaal kapot maken. Ook in andere steden zijn coaches hard bezig om jongens zoals Sven op het rechte pad te houden. We pakken even een jogtempo, ook al even spullen. Arnhem staat in de top 5 als het gaat om jeugdcriminaliteit. Hier zijn het oud-profvoetballers die de jongens helpen de juiste keuzes te maken vanuit een topsportmentaliteit. Doe alvast voetbalschoenen aan, bereid je voor. Pak wat rondjes voor jezelf. Nee, ik heb wel wat. Hoe heb je die van nu? Nee, rondjes lopen. Ik ga aftellen. Als je het verkeerd doet, mag je 5 keer opdrukken. 3, 2, 1, go. Ja, gewoon lopen. Piero, ga maar. Je moet constant naar het midden. Oké, stop maar. Stop maar. Piero, even 5 keer drukken. Dus het midden is waar je de hele tijd naartoe moet. Begrijp je? Dus ik herhaal het nog 1 keer, daarna moet het goed gaan. Want anders ga ik je gewoon met de warming-up al kapot maken. Je kan aansluiten bij Adil. De jongens worden door Mustafa en zijn team letterlijk van straat geplukt. Behalve het sporttraject worden ze ook geholpen met stages en school. Een van de jongens is de nu 19-jarige Piero. Hij heeft een moeilijke gezinssituatie en kwam al op jonge leeftijd met justitie in aanraking. Hoe oud was je toen je voor het eerst zeg maar, op het verkeerde pad terecht kwam? Ik was 12 of zo. Half. Wat deed je toen? Ik begon te stelen. In winkels. Dingen die ik graag wou. Kijk, ik kreeg wel dingen van mama, maar echt waardevolle dingen bijvoorbeeld. Dat zat ik gewoon in de winkel. En ik was ook zo jong, ik praatte niet echt veel met mensen. Ik was echt niet sociaal. Ook in de klas. Dus ik toonde alleen agressie. Bijvoorbeeld, als dit vroeger was, zou ik niet echt met u kunnen praten, snap je? Zal ik gewoon zeggen bijvoorbeeld ja, nee, alleen zulke antwoorden. Want door hem praat ik ook meer, ben ik socialer geworden. Ik ben ook blijer. Want ik keek altijd vroeger boos. Je bent wel heel blij, ja? Ja, man. Wat is Piero voor een jongen? Piero. Piero is een jongen die heel ambitieus is. Een jongen met veel humor. Maar Piero, waar ben jij over 5 jaar, als ik jou over 5 jaar opzoek? Wat Willy zelf is. Begeleiden. Ja, dus je wilt jongens gaan begeleiden zoals ja. Willy jou nu begeleidt. Ja. Maar dat is wel bijzonder. Waarom zou je dat willen? Omdat ik bepaalde dingen ook begrijp. En ik voel ze ook. Ik kan meeleven met de jonge kinderen daar. Praktijkervaring toepassen. Ja. Rekening houden. Rekening houden. Kijk omhoog en iets sneller. Iets sneller die hakkenbillen. We gaan niet tegelijk. Ja, moet wel man. Dus je moet je gewoon goed focussen en uitvoeren wat er van jou gevraagd wordt. Vanuit ons perspectief kan je zien, wij trainen hun voor de maatschappij. Dus hier moet ik ze nog verder laten gaan dan dat zij tegenkomen. Dat ze bij wijze van spreken alles aankunnen wat op hun pad komt. Je bent ze aan het voorbereiden op het leven? Ja, dat is eigenlijk onze eerste elftal. Dus wij gebruiken heel vaak voetbalmetaforen. En onze eerste elftal is de maatschappij. Als je bij ons soort van klaar bent en door de jeugdopleiding bent gekomen, dan ben je klaar om in de maatschappij het verschil te maken. Veel van die jongens gaan vaak de confrontatie uit de weg. Als het lastig en vervelend wordt, lopen ze weg of stoppen ze. En terwijl ze heel veel kracht en talent hebben. En als je op een goede manier leert omgaan met leerpijn en je hebt dat ook ervaren, dan kan je echt heel veel uit jezelf halen. Want stuk voor stuk zijn het gewoon toppers. Alleen ze hebben iets meer begeleiding nodig om richting die top te komen. Laatste keer, kom maar. Hamstrings weer. Zwaai. Moeten wel fit blijven natuurlijk.
Ik ben benieuwd of de coachingmethode bij Sven heeft geholpen. Heeft hij de criminaliteit achter zich kunnen laten? Ik zoek hem op in zijn kantoor. U bent klant bij ons en daarom bellen wij. Hallo, mevrouw. Ik zoek naar mevrouw. Kunt u even rustig aan doen, mevrouw? U bent namelijk klant bij ons en daarom bellen wij u even. U werd namelijk meer dan een jaar geleden geholpen met overstappen naar uw huidige energieleverancier. Weet u dat nog? Dat weet ik nog. Een hele goede middag met hallo, ik ben op zoek naar hier. En Sjoerd? Alles goed? Goed man, met jou? Lekker man. Ja? We zijn een jaar verder. Waar zijn we? In mijn kantoor. Je eigen kantoor? Ja, ja. Wauw. Wat is er allemaal gebeurd het afgelopen jaar? Heel veel. Er kwamen wel nog wat tegenslagen op mijn pad. En er waren wel nog wat dingen gebeurd. Ik had ook weer vastgezeten. Ik wil het er verder niet eens over hebben. Maar na de opnames? Ja, na de opnames. Dat was gewoon geen onminst doms. En toen kwam ik dus weer vrij. En ben ik mij gewoon heel veel gaan ontwikkelen. En heb ik me gewoon vooral gefocust op mijn plan. Wat was je plan dan? Gewoon ondernemen. Niet specifiek, zeg maar. Gewoon ondernemen. En toen ben ik elke dag gaan lezen. Boeken? Boeken. Over ondernemen, over mindset, over geld. Over van alles. En uiteindelijk is dit tot stand gekomen. En wat verkoop je, Sven? Contracten. Contracten? En je hebt gewoon personeel ook? Ja, nu 5 man. Ben je niet? Ja, ja. Sven is de baas. Tuurlijk. Goedendag. Ja. Ja, dus vandaag. Ja, ja, ja. Zal ik hem dan op de even kijken. Op de 105 laten staan of iets hoger, zodat u een spaarpotje gaat opbouwen. Dan zet ik hem voor u op. 121 euro. Op de 121 euro. Heeft u dus een spaarpotje van 16 euro per maand. Op jaarbasis. Nou, op jaarbasis. Is het 192 euro. 192 euro. Dat is een mooi spaarpotje. Dat is een mooi spaarpotje, toch? Zichzelf ook altijd. Zichzelf ook altijd. Beter geld terug. Beter geld terug dan geld bijbetalen, toch? Want wat is zeg maar de truc? Wat moet je hier heel goed kunnen? Hoe werkt dit? Overtuigen. Je moet tegen nee kunnen. En ik weet hoe die psychologie werkt. Hoe werkt die dan? Ja, dat zijn hele brede termen. Je moet wel hard zijn. Dat was je altijd, hè? Tuurlijk. En wat topics zien binnenkomen, nou, dan mag ik u dus bij deze officer feliciteren met een nieuwe korting. Oh, lekker. Ja, toch? Lekker, lekker. Waarom zeg je lekker, lekker? Gewoon dat hij weer geld verdient. Hij heeft hem binnengehaald. Gewoon snel zieltje. Alles even doornemen via de e-mail. Het lijkt erop dat Sven zijn draai heeft gevonden en zijn oude leven achter zich heeft kunnen laten. Iets waar zijn moeder vorig jaar vurig op hoopte. Staan er 2 politieauto's voor je deur? Ik schaamde me diep. Als ik kijk naar 2-3 jaar geleden hoe ik toen was. En dat vond mijn moeder natuurlijk niet heel fijn. Het was ook gewoon zwaar voor haar. En dan nu 2-3 jaar later, nu ik dit heb, is ze wel gewoon trots. Gewoon is het niet meer dat als ik naar buiten ga dat mijn moeder bezorgd is. Ze weet dat je nu gaat werken. Ja, ze weet dat ik gewoon goed bezig ben. Sven heeft ook nog steeds contact met buddycoach Appie. Voornamelijk is eigenlijk Sven op zoek geweest naar wie hij uiteindelijk wil worden. Sven is altijd Sven. Ja, dat gaat niet snel veranderen. Het is meer dat hij eigenlijk zichzelf is gaan ontwikkelen. En wat ik voornamelijk heb gedaan samen met Sven is op zoek gaan naar datgene wat hij leuk vindt en waar hij goed in is. Ja. Ben je trots op hem? Ja, ik weet niet hoe ik het eigenlijk in normale woorden moet gaan meegeven, maar ik ben meer dan trots. Weet je, wat wij allemaal hebben meegemaakt de afgelopen jaren, weet je, het is een investering van beide kanten. Het is niet alleen maar dat ik heb geïnvesteerd. Deze jongen heeft ook geïnvesteerd in zichzelf. Begrijp je dat Appie dat zegt? Ja. Waar ben jij met name trots op? Ja, gewoon dat ik dit allemaal voor elkaar heb gekregen. Maar dit is pas het begin. Ja, want waar ga je heen? Binnenkort naar een groter pand. En wie weet dan nog meer pandjes en nog meer pandjes. Welke Sven heb je begraven? Welke Sven is er niet meer? De roekeloze Sven. Ik denk ook dat hij gewoon wat volwassener wordt. Het is nu een Sven geworden die wel zijn verantwoordelijkheden oppakt. Volgende keer in Azuet en de top 600. Hey boys! Hallo! Wat hebben we afgesproken? Er wordt veel gescheld op de achtergrond. Ja, dat is jammer. Dat zie je dus. Zo is tegenwoordig nu de jeugd zonder onze wijkagent. Als Stefan nu hier zou zijn, dan had je dit allemaal niet, snap je?